Filosoof Johan Braakman studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Sinds 1998 is hij voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij is gebiologeerd door het Darwinisme en het kritisch denken. Maar er schuilt ook een muzikant en een grote Louis Fan in hem. Welkom. Dank u. Johan, je hebt onlangs samen met Rick de Leeuw en Jan Houtekiet een voorstelling ja. gemaakt over Lou Reed. Van waar jouw fascinatie voor hem? Wel, ik ken Lou Reed zoals waarschijnlijk veel mensen van mijn generatie al sinds mijn, mijn jeugd. Hè. Mm -hmm. Dus ja, die, die klassieke LP's, ja, de Velvet Underground. Natuurlijk dat is van voor mijn tijd, maar je leert dat wel kennen, hè. Of je leerde dat toen de tijd wel kennen de Velvet Underground en, en Lou Reed en John Cale en dan die solo platen van Lou Reed uit de jaren 70 zo. dat was gewoon onderdeel van de muziekcultuur waarin ik ben opgegroeid. Ik kreeg dat niet van thuis uit mee, maar uh, gelukkig ik heb een oudere zus die, die zelf wat oudere vrienden had en dan uh, dan sijpelde dat door, dus die waren daar wel al mee mee met die platen die muziek en dus zo heb ik dat leren kennen toen ik misschien 14 15 was mm -hmm. gelukkig. Hè. En er was hier lokaal in Wetternen een vrij goede discotheek, heette dat. Niet om te gaan dansen, maar waar je, zoals de bibliotheek, maar dan voor ja. platen. En, en die hadden die dingen wel. Hè. Dus, dus wij leerden dat wel kennen. Of we kochten soms eens een plaat, maar niet zo vaak, want dat kostte behoorlijk veel geld. Hè. We hadden daar eigenlijk de middelen niet toe. Maar dus, enfin, ik heb Lorit vrij snel leren kennen. Ik denk dat de, de muziek was bijzonder, nog altijd. Hè. Anders dan anders toch. Die plaat van de Velvet Underground, die eerste, is enorm invloedrijk geweest. Er is een uitspraak van, hoe heet onze vriend, komt er straks wel op. Die zegt, ja, die, die eerste plaat die, die verkocht bijna niet enfin, zoveel duizenden exemplaren naar Amerikaanse normen. Niet zoveel, neem nu 10.000 of zo. Maar iedereen die er naar luisterde, heeft een eigen band opgericht achteraf. Dus, dus dat had gewoon die invloed. En, en dan het door zijn lyrics? Ja, ook de muziek, er zat daar iets authentieks in. Het is heel moeilijk om je vinger daar precies op te leggen, maar dat, dat resoneerde gewoon vrij snel. Uh, dat was no nonsense, dat was niet conventioneel, dat had iets oprecht, iets authentiek, het deed geen toegevingen. Ja, en de lyrics ook wel, hoewel ik natuurlijk moet zeggen: toen ik 14, 15 was, was mijn Engels ook nog niet zo perfect, uiteraard. Maar niettemin, wij probeerden dat wel te ontcijferen. En zo'n plaat als Berlin. Die hier donker is en, en over ja, drugs en kindermisbruik en van alles gaat. Mishandelingen en zo, ja, heel donker. Uh, ja, dat, dat begrepen we wel, hè, zonder effectief alles te verstaan wat, wat mm -hmm. daar gezongen wordt. Ja, dat was toch wel iets anders dan de mainstream rockmuziek. U bent als filosoof heel veel bezig met het kritisch denken. Ik vraag me eigenlijk af, wat doet muziek met ons brein? Ik kan het jou eigenlijk niet. Niet zeggen technisch gesproken, maar ik weet wel dat er studies over zijn. Dus wat, wat er effectief in het brein gebeurt als je naar muziek luistert, daar weten we wel al iets van. Mm -hmm. De neurowetenschap staat al ver genoeg. Als je dus mensen onder een scanner legt en zo, je kent dat, een FMRI-scanner, en je laat ze muziek horen, dan, dan zie je wel wat er gebeurt in het brein. Maakt het ons gelukkig? Het hangt ervan af. Als je mensen onder een scanner legt en je laat hen naar atonale muziek luisteren, bijvoorbeeld. Dus van Anton Webern of Schoenberg of zo, dat soort zaken. Nee, daar word je niet, niet precies gelukkig van. Dat is meer academisch interessant, zoiets. Mm -hmm. Maar van andere muziek worden we wel gelukkig. Dus ik denk dat het zeker klopt dat muziek. Een effect kan hebben. Het zal wel misschien een hormonenproductie teweeg brengen, maar ik ben nu aan het speculeren. Ik heb die boeken niet gelezen. Maar ik denk dat iedereen het uit eigen ervaring ook wel weet dat uh, muziek iets is waar je naar teruggrijpt. Ja, de meeste mensen dagelijks, denk ik. Hé. Ik zelf ook. Om in een bepaalde moed te komen. Hm. Muziek kan mensen opwekken, natuurlijk. Kan, kan hen doen bewegen, ook letterlijk. Hé. Kan hen en, ja, een. een, een Upscale gevoel geven enzovoort. Maar het kan natuurlijk ook het omgekeerde hebben. Je kunt er ook een depressievere moed van krijgen, uiteraard. En het is misschien een beetje bizar, maar niet onwaar. Soms zoeken mensen dat ook op. Dat gevoel van een beetje down zijn, is iets wat we soms blijkbaar ook in muziek willen vinden. Maar is het dan niet eerder om omdat we iets voelen en omdat we somber zijn om eigenlijk aan die emotie ja, expressie... te kunnen kanaliseren, dat, dat, kunnen. dat we dan bepaalde muziek opzetten? Ik zou het je niet zo meteen kunnen vertellen, maar het valt wel op, toch? Dat, kijk, ook klassieke muziek natuurlijk kan eerder melancholisch, misschien moet ik niet zeggen deprimerend, maar zo'n soort melancholisch, weemoedig effect brengen. En dat is een beetje vreemd, want waarom zou je dat, waarom zou je dat willen, waarom zou je dat zoeken? Hè? Maar daar zit blijkbaar ook ontroering in. Mensen kunnen daar beginnen door wenen door muziek. Mensen kunnen rillingen over hun ruggengraat voelen lopen. Iets wat uit het brein komt, maar waarvan ik denk dat we niet begrijpen wat het precies is. Mm -hmm. De haartjes kunnen rechtop komen staan. Dus, dus muziek is natuurlijk ook iets wat voor een zeer sterke sociale band. Kan zorgen. U heeft vroeger ook zelf muziek gespeeld, hè, gitaar, in een aantal bandjes. Heeft u die ervaring dat het samen muziek spelen daar nog een geluksdimensie aan toevoegt? Ja, dat denk ik wel. Kijk, samen muziek spelen, uh, ik denk dat het iets van het mooiste is wat je kunt beleven als mens. Hè, omdat je, je gaat er helemaal in op. Het is iets wat je overstijgt. Het is bijna cliché om te zeggen, maar. De som is meer dan louter de optelling van het individuele. Je krijgt iets emergent, je krijgt een soort extra dimensie die je niet kunt bereiken als individu, denk ik. Dus het samenspelen, samen zingen, maar niet alleen samen musiceren, maar ook het samen beleven. Als je kijkt naar de grote massa-bijeenkomsten van mensen op festivals. Tienduizenden mensen ondergaan daar gezamenlijk die muziek. Ja, die zijn ook allemaal geconnecteerd op een of andere manier. Dus waarom ga je naar die festivals? Waarom ga je naar een optreden? Ook een klassiek optreden? Ja, dat is niet zomaar om van de muziek te genieten. Dat is ergens ook om die extra sociale dimensie te ervaren en te appreciëren, denk ik. Die roest die dat teweeg brengt. En u heeft dat ook ervaren vroeger, toen u in uw band speelde? Ik vond het in elk geval... ...bijzonder prettig. En heb ik dat ervaren? Ja, ik denk het wel. Gewoon als het klikt met twee gitaren en een bas en een drum... En een, ...en een zanger of zangeres en eventueel nog wat instrumenten... ...als dat gewoon klikt, als je repeteert en alles valt mooi samen... ...en je hebt zelf een nummertje geschreven en je voelt dat het werkt... ...dat is een van de mooiste ervaringen die je kunt hebben, denk ik, als mens. Dus ik heb er eigenlijk nog altijd spijt van. Ik ben naar de universiteit gegaan en dan ben ik daarmee gestopt... Later heb ik het nog wel eens gedaan, maar dat was zo'n coverbandje. Dat was echt puur voor de lol. Maar het is een van de mooiste herinneringen die ik heb uit mijn jeugd. En vind je het goed dat we eens gaan luisteren natuurlijk. naar een stukje van, van jouw band vroeger? Ja, natuurlijk, ja. Ik denk dat dat nog bestaat. Waren dan allemaal vrienden? Ja. In die die je eigenlijk veel op? Ja, dat viel wel mee. Omdat... Dus ik... Kijk, ja, dit is heel kort, vandaar dat die beelden bestaan, een reunie van groepjes uit de streek. Mm -hmm. Maar al die groepjes die toen opgetreden hebben, een stuk of tien of zo, die bestonden toen al jaren niet meer. Okay. En dus wij deden ook mee, maar uh, ja, ik ben daar eind de twintig of zoiets. Hè. Dus, uh, dus dat groepje... Ja, dat was een reunie en we hebben daar een paar keer voor gerepeteerd en dan konden we vijf nummertjes opnieuw of zo. Maar eigenlijk waren we oorspronkelijk een punkgroepje. Hè? En dus... Uh we konden allemaal niet zo goed spelen, maar dat gaf ook niet. Hè. En we speelden bijvoorbeeld een paar covers van Joy Division en zo. Dus echt de muziek uit die tijd. Ja, en we hadden wel wat optredens, omdat men vond dat waarschijnlijk wel sympathiek. Een heel jong groepje, wat niemand van ons had het rijbewijs. Dus een van onze vaders moest ons dan naar een optreden voeren en zo. jullie waren allemaal tussen de 15 en de 18 ja, jaar. Ja, ja. Ja. Het was de tijd natuurlijk dat, uh, dat je elk weekend naar optredens kon in een of andere tent of zo. En dat werd dan georganiseerd door de Scouts of de Giro. Je kon naar en de Kreuners en La en Belle, en je had tientallen groepjes, mm -hmm. die uh, Red Zebra enzovoort. En die traden wekelijks op in die periode, ergens een lande, ergens ten velde. En men had altijd wel een voorprogramma nodig. En uh -huh. dat deden wij wel vaak. Okay, ja. Dus we hebben nog... veel opgetreden. Vooral van Tissimatic en zo. Gespeeld, ja, dus ja. Daar zijn we altijd vier op. Ja, dat betekende niet veel. Maar goed, ja. Het was wel geestig dat wij dat mochten doen of konden doen. En heeft u naast de punk en, en de rockmuziek ook andere muziekgenres toen proberen ontdekken als tiener of als twintiger? Of, of was dat echt. Uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik, uh... Ik heb... Ja, de Rolling Stones, daar luisterde ik ook veel naar. En via de Rolling Stones en ook andere ja, Europese of Britse groepen... Zoals uh, John Mayle en, en Fleetwood Mac en zo... Leerde ik wel die oude blues kennen. Ja, dus, dus zij zelf, de Stones en zo... Uh, Coverden nummers van Moody Waters en, en Robert Johnson en, en zo. Mensen die hier toen nauwelijks bekend waren. Hè? Ik vond dat... Ik kan niet zeggen hun beste songs, dat zou misschien overdreven zijn, maar die spraken mij enorm aan. Toen al? Toen ja, ik, je kunt niet uitleggen waarom dat is. Maar zo bijvoorbeeld mm. You Got To Move, dat is eigenlijk van Fred McDowell, Mississippi of Mississippi Fred McDowell. Uh, ik dacht dat dat een song van de Stones was, maar, maar je ziet dat dan op, op de plaat. Dat is eigenlijk van Mississippi Fred McDowell, nooit van gehoord een hoge bluesmuzikant en natuurlijk de Stones kenden die mensen die man dat Keith Richards en Mick Jagger makkelijker toegang hadden tot die platen in Engeland, want ja Eric Clapton en John Mayall en zo hadden die reeds bekender gemaakt in Engeland, maar hier je vond daar niks over, he. die stonden niet in een encyclopedie of zo. Ik denk ook niet dat de Humo dat was een bron van kennis voor muziek, maar ik denk niet dat Humo daar iets over schreef, want ja dat de Humo was een hipperblad dan dat. En die oude blues, dat was ja oude blues. Hè. En ging je ook naar festivals ging ook, of naar concerten? Is er zo'n concert dat u zegt van. dat is echt een concert geweest dat me heel erg is bijgebleven? Ja, voor een dat is zo. Wel, ik kon bijna wekelijks wel naar optredens in de buurt gaan. Hè, omdat mm -hmm. dus in die tenten en in die zaaltjes en zo uh, in de regio. Uh, je had eigenlijk voortdurend optredens. En ik had ook wel, herinner ik mij, een, een goede vriend, en die zijn vader hield ook wel van optredens. En, en die voerde ons dan nog verder dan de regio, want uh, als het niet met de fiets bereikbaar was, was het al lastig. En dus eigenlijk bijna wekelijks zagen we wel een optreden. Dus dat, dat was wel een goede zaak. Dus live muziek was ook een deel van het leven, toch toen ter mm. En dan ja, er zijn natuurlijk enkele zaken die eruit springen. Uh, het beste voorbeeld dat ik kan geven, is dat we met een bus, die hier van een, een, een plaatselijk café, had een bus uh, georganiseerd uh, en tickets aan tickets geraakt op een of andere manier, om naar de Rolling Stones te gaan in Feyenoord, in Rotterdam. En ik denk dat ik toen 16 was. Ik zou het moeten opzoeken wanneer dat precies was, dat optreden. Ja, en dat was een, dat was een fantastische belevenis, he, met de bus naar... Uh, naar de Rolling Stones. Hè. Ja, uh, waar ik beleving, toen veel ja. van hield, waar ik alle dagen naar luisterde bijna. En ik had een aantal vrienden die daar ook uh, helemaal mee waren. En dus wij zijn samen met die bus met 40, 50 andere mensen naar de Rolling Stones geweest. Ik, ik ben nog altijd blij dat ik dat mocht van mijn, van mijn moeder, want normaal was mijn moeder redelijk streng. Maar ze zal ergens begrepen hebben van dit kan ik hem niet, uh, <laughs> niet weigeren nee, of, of het kot is te klein of zo weet ja, ik veel. Ja. Ja. Enkele jaren geleden heeft u ons essay geschreven over de mens als verhalende aap. En u zei daarin: het zijn eigenlijk een soort van virtuele oefeningen voor het leven. En ik vroeg me toen af: is dat ook wat cultuur en meer bepaald muziek doet? Via de lyrics eigenlijk een soort van. Dat is een zeer goed punt. Ik denk dat dat klopt. Ik heb nu niet in dat essay of in lezingen die ik daar soms ook eens over geef specifiek muziek besproken. Maar, maar muziek doet dat natuurlijk ook. Dat Omdat waar. men meestal wel zegt dat muziek ja. dingen kan vertellen die we niet in woorden altijd krijgen ja. uitgedrukt. Ja, dat ook ergens. Een diepere laag bereikt ja, bij ja, mensen. Ja, muziek geeft er ook het gevoel bij, mm -hmm. bij het verhaal. Mm -hmm. Kijk, poëzie is op dit moment een genre dat zeer niche geworden is. Zelfs de bekendste dichters verkopen enkele honderden bundels of zo als ze er eentje uitbrengen. Dus, dus mm -hmm. ja, het, het, het lijkt passé te zijn, zou je kunnen zeggen. Terwijl vroeger de dichters werden op handen gedragen. Lord Byron, dat was een rockster in zijn tijd. Shakespeare, iedereen ging naar de nieuwe stukken van Shakespeare enzovoort. Dus, dus nu is dat helemaal anders met poëzie, duidelijk. Maar dat is niet helemaal juist. En ik geef dan het voorbeeld van. Van de hip-hop of van Bob Dylan. Bob Dylan wint de no Nobelprijs voor Literatuur. Hè? En er is daar veel discussie over geweest. Maar ik vind het terecht. Omdat, en dat sluit aan bij wat je zegt: Bob Dylan is ook een verhalenverteller. En het zijn verhalen waar iedereen zo zijn eigen ding kan mee doen. Wat altijd het geval is. Hè? Je herkent jezelf. Er is een, een moed die daarin zit, die ergens klikt met jou. Als Bob Dylan zegt: ja, Not dark yet. Hij zit net in een mindere periode in je leven. Ja, dan voel je gewoon dat hij het over jou heeft. Hè. En eigenlijk elk nummer van Bob Dylan kan zoiets tot expressie brengen. Niet bij iedereen tegelijk, hè, maar afhankelijk van de mm -hmm. positie waarin jij je op dit moment in die fase van je leven bevindt. Bob Dylan is poëzie, maar je zet er gewoon muziek onder. Hip-hop is poëzie. Hè. Mm -hmm. uh, straatpoëzie die, die je rapt enzovoort. Ik ben daar niet in thuis, maar, maar dat is het mm -hmm. eigenlijk. Hè. Men heeft ooit een experiment gedaan en men heeft alle grote hits ingeladen in een computer en dan proberen die computer laten het beste eruit te halen en dan nieuwe nummers te laten produceren, maar dat helemaal niet dezelfde impact dan de authentieke nummers. Ja. Is dat toeval of denkt u dat dat de toegevoegde waarde is van de mens die er emotie of de imperfectie ja. van het leven dan aan toevoegt ja, ja, er zit zeker iets in hoe je het formuleert. Hè? Want een, een robot, een computer, heeft natuurlijk niet die, die directe, ja, wat men noemt, kwalitatieve ervaringen. Als hij over pijn zou zingen, die robot kan dat niet zelf ervaren hebben. Hè? Uh, een mens natuurlijk wel. Dus, dus ik denk wel dat het klopt wat je zegt. Maar daar staat ook wel tegenover, uh, ja, door kunstmatige intelligentie, uh, computers, robots. Leren voortdurend ook bij. Ik kan me wel voorstellen dat er een moment komt dat je het niet meer kunt onderscheiden van een mens. Ten slotte, en ik ga nu iets zeggen dat misschien vreemd klinkt, maar ten slotte zijn wij ook computers. Wij zijn ook robotten in zekere zin. Wat wij ook doen, net zoals laptops of computers, is informatie verwerken. Dat is wat wij voortdurend doen. Dus wij zijn biologische robots. Maar bij ons is er toch nog een belangrijk aspect dat daar. Bijkomt. Maar wat is dat dan? Wel, het hebben van die directe ervaring. En de misschien. imperfectie ja. ook, door de emotie misschien ja, die ons stuurt. God, maar een, een robot kun je ook, je kunt imperfectie programmeren als het ware. Mm -hmm. Als het een beetje imperfect moet zijn, geen probleem. Hè. Dat programmeren we daar gewoon in. Uh, dus om, kijk, je kunt dan altijd zeggen, het is dan toch, toch maar doen alsof het menselijk is. En dat is juist. Maar er kan een moment komen dat doen alsof niet meer te onderscheiden is van de van real thing. Dus je denkt dat de songwriters een uitstervend ras well, In die zin niet alleen de songwriters. Hé, want kijk, ja, je moet nog altijd iemand hebben die de computer programmeert. Hé. Maar stel je voor, dit is een beetje science fiction, een beetje speculatie. Stel je voor dat, dat je van duizenden mensen de ervaringen kunt downloaden uit de, de hersenen en in een supercomputer kunt steken. Wat daar zal uitkomen is onvoorspelbaar op dit moment. Maar dat het iets van zeer hoge kwaliteit zou kunnen zijn, dat denk ik wel. Heel de romantiek, <laughs> wel, maar, over de muziek. Ja, maar waarom zou een robot niet romantisch kunnen zijn? Hè? Als, hij, als hij geprogrammeerd is met de infrastructuur om romantisch te kunnen zijn, om creatief te kunnen zijn, om esthetisch te kunnen zijn, enzovoort, dan is hij dat, hè? dan is ie dat. Mm. Misschien terug naar de muziekbeleving. Hoe belangrijk is muziek de dag van vandaag in, in uw leven? Heel persoonlijk dus. Hè? Ja? Ja, heel belangrijk. Hè? En op is... welke manier beleeft u muziek? Is dat alleen? Is dat liever in gezelschap? Welke muziek is dat? Hoe ziet ja. uw muziekbeleving er vandaag de dag uit? Wel, ik zit de godzijdste dag in mijn bureau. Als ik daar niet van weggehaald word... Ik zit daar te lezen en te schrijven en e-mails e te beantwoorden en dingen op te zoeken enzovoort. En muziek is eigenlijk altijd wel op de achtergrond aanwezig. Soms denk ik er niet al te veel over na. Clara Continuo kan opstaan bijvoorbeeld, dus klassiek. Ik luister heel veel naar klassiek, want dan kan ik meestal ook gewoon doorwerken. Maar even goed ook, ja, ik heb zo'n radiozender uit uh, Santa Barbara, California, omdat ik daar ooit een jaar heb gestudeerd en dan heb ik die, die zender leren kennen. En ondertussen zit hij ook op internet natuurlijk en ik luister daar naar. En dan zit ik zo'n beetje nog in die sfeer. Zo. Ja. En ze brengen goede muziek. En zo nu en dan geven ze een update over het reilen en zeilen in Santa Barbara. En ik heb daar goede vrienden, dus ik ben altijd mee. Als er ergens een ongeluk gebeurd is, dan, dan weet ik dat. Mm -hmm. en, en, en zij, en ik moet hen dat dan soms melden. Zo. Dus dat is zo'n <laughs> beetje een running joke die al vele jaren duurt. Zo. Dus dat, dat soort dingen staan ergens altijd wel op. Op, maar dat is eerder bijna achtergrondmuziek. Ja. Mm -hmm. Bij mijn vriendin is dat eigenlijk ook zo. We hebben een beetje verschillende smaak, verschillende stijlen. Maar zij werkt ook thuis en zij luistert eigenlijk ook op dezelfde manier. Maar wat we dan soms wel doen, dat is dan meestal als we eens een pauze hebben of iets eten of iets drinken of zo. Ja, dan luisteren we samen naar iets. Hè. En dat kan, dat kan klassiek zijn, dat kan rock zijn, dat kan om het even wat zijn. Enfin, zolang we het maar goed vinden. Mensen luisteren heel veel naar muziek, maar opvallend is dat bepaalde scharniermomenten in mensen hun leven gekoppeld is aan bepaalde muziek. Geldt dat ook voor u? Zijn er een aantal scharniermomenten in uw leven die u zich kan herinneren dat u associeert met bepaalde bands of nummers? Toen ik zo vijftien was, heb ik eens maandenlang thuis gezeten omdat ik een, een dubbele longontsteking had gehad. En ik, euh, ja, ik ben na maanden niet naar school geweest en ik lag gewoon in bed. Mm -hmm. uh, ik was ernstig ziek en, en ik moest dus recupereren. Ja, ik kon toen lezen en aan muziek luisteren, dat was werkelijk het enige wat ik toen kon doen. En daar heb ik zowel herinneringen aan, aan uh, wat er toen veel op de radio gedraaid werd. Omdat, ja, Je kon niet constant platen. Ik kon niet eens uit bed komen, trouwens, voor een lange periode. Ik kon mijn moeder dat niet aandoen, om iedere keer die plaat te komen omdraaien. Dus de radio stond in mijn kamertje veel op. En ik herinner me nog dat het nummer Vienna van Ultravox toen zeer populair was. Dus dat heb ik toen dagelijks was dat te beluisteren. En iedere keer als ik nu Vienna van Ultravox hoor, dan ben ik onmiddellijk weer in die sfeer. Ook al is dat minstens 40 jaar geleden al. Dus ja, kijk, als je mij... Tijd genoeg zou geven, dan heb ik wel dat soort anekdotes. Bijvoorbeeld het jaar dat ik in de Verenigde Staten was, in Californië. Ik had ook alleen maar een radiootje en dan was er die rock, dat rock channel, waar ik nu op internet nog altijd naar luister. Dus die bestaat nog altijd. En dat maakte toen ook een deel uit van mijn leven. Ik kende daar niet zoveel mensen, dus ik was vaak alleen ook wel. Zeker een bepaalde periode. En dan is muziek ergens je, je companionship ook. Hè. Boeken ook wel, maar die muziek en die stemmen van die mensen ook. Dat hoorde er ook bij. Muziek en muzikanten, zangers, bands, kunnen als het ware ook een deel van je vriendenkring worden, in zekere zin. Hè? Ook al zijn dat onbekenden in het mm -hmm. echt, maar het lijkt alsof je ze kent. Zoals mensen uh, die soapseries volgen en ze komen een acteur of een actrice tegen in, in de carrefour. Die zich daar kwaad op maken van waarom heb je dat gedaan, en waarom heb je die laten zitten en weet ik veel wat. En dan moeten die mensen zeggen: Ja, maar ik ben een acteur, dat is mijn persoonlijk." Maar mensen, feit en fictie lopen daar door elkaar. Je lengt door elkaar. Hè? Ja. En, en in zekere zin is dat met, met muziek ergens ook zo. Je identificeert je ook met degene die het zingt of met de inhoud van de songs. En dat gaat gewoon deel uitmaken van je eigen leven. Mm -hmm. Muziek als een levenslange vriend in het leven. Ja. Als het ware, dat vind ik een mooie afsluiter ja, ook, van dit interview. Ook een vriend die je nooit in de steek laat, die er altijd is. Je hebt, maar, je hebt niet eens de technologie nodig. Als het in je hoofd zit, kun je het altijd oproepen. Hè? Mm -hmm. Zoals het vroeger was. Bedankt, Johan Braakman, voor het hele fijne gesprek. Kan ik u nog een plezier doen met een nummer om dit af te ronden? Misschien om onderweg te zijn. Iets, iets wat je zou kenners. zoeken op uh, Spotify of zo? Ja. Ja, wel, kijk, ik heb hier verwezen naar die, die oude blues mensen. Ik, ik blijf die in ere houden. Laat ons misschien iets van Skip James. Uh, een, een, een bijzonder figuur, een beetje mysterieus ook. Wonderlijke stem, geweldige nummers. Ja, goede keuze. Goeie naar Gent.